filmpje gekeken van deel. Glennon naar me opgestuurd en ik vond het mooi om te zien. Echt aanraden om te kijken. Super tof dat je kijkt naar Gloedio Vlog. Mijn naam is Van der Pas, zoals iedereen weet. En ik ga nu weer even lekker klaarmaken om dadelijk lekker richting werk te gaan. Moet ook weer gebeuren. Neem voor zekerheid mijn reservebatterij mee. Want die is al bijna leeg namelijk. En ja, nu weer in de ochtend gaan werken. En het is over een paar minuutjes ga ik richting werk. Het is bijna tijd om erheen te gaan. En ja, gooi je dadelijk even alles open en dan gaat het van deze week weer super lekker weer worden, heb ik gezien. Ik heb zelfs zitten kijken op weer online en dan gaat het ongelooflijk lekker weer worden. Ik zat net al te kijken namelijk en ja, het is weer een heerlijke zonnetje die nu aan het schijnen is. Heerlijk weer is dat om een zonnetje lekker te zien schijnen. Het is gewoon lekker eigenlijk om te zien. Maar dan ga ik nu maar lekker klaarmaken om lekker jas aan te trekken en dan richting mijn werk toe te gaan. Ik ben al bezig met editen. Nog niet helemaal af, maar het komt goed. En dan is het einde van de middag. Maar dan gaan we nu klaarmaken om richting werk te gaan. Dus laten we richting werk gaan. En ik ben weer thuis. En toen ben ik lekker een bakje koffie gaan zetten. Ik dacht, ik ga denk ik maar eentje drinken als het lukt voor mij. Ik ga afwachten of het lukt. Wat ik ook net heb gedaan is even een heerlijk koud water gemaakt. Vind ik ongelooflijk lekker. Lekse is nog even nog in de koelkast neer te zetten. Maar ik dacht, ik heb zo dorst van het werken. En dus dacht ik, drink even snel water. En dan even een lekker bakje koffie erbij. En ik moet nog een editen. Ik heb hem niet afgekregen namelijk. Dus ga ik het even afmaken. En dan gooi ik die rolgordijn ook. Ik heb een paar dingen gedaan en dat is Anna Frank. Filmpje gekregen van deel. Glennon naar me opgestuurd en ik vond het mooi om te zien. Echt aanraden om te kijken. Als ik die heb, kan ik gooi ik link hier beneden in de beschrijving. Maar ik ga nu een eitje maken. Maar dat gaat niet goed komen. Dus ik ga even camera neerzetten. Kijken of het gaat lukken. Kijk. Want ik heb nog nasi. En dat kan ik iets lekker met ei te maken. En nasi staat al hier klaar. En die ga ik zo meteen ingooien. En over een paar uurtjes is persconferentie Rutte. Want die heb ik al klaar staan namelijk. En na de persconferentie gaat dit opgeruimd worden. Maar nu even lekker gebakken eitje eten. En dan even vast bami erin gooien. Laten we dat ook even doen. En dan heb ik ook nog nas pindasaus. Dat is ook wel lekker om mee te eten. Zo. Ik zet hier al 5 minuten. Dat is al denk ik warm genoeg. Zo. Ik vind het zo goed. En daarna gaat de pindasaus een half uur minuutje erin. En dan wacht op de ei. Want die is zo klaar. Dus ik zit alleen te denken. Ik denk dat ik hem even kapot maak. Dat ei. Dus doe ik even wat. Oké, want een eetlepeltje eten voor de bami dan. Dus dat is wel het lekkere nasi eten. Bami zei ik eigenlijk, maar ik bedoel nasi. Oké, maar dan gaan we natuurlijk de persconferentie kijken. Zo, ik ga nu klaarmaken. En ik had een film gekeken, weer van Anna. En dan met een videodagboek. Dat is dan ook leuk om te zien. Wat ik ook allemaal heb gedaan, is deze bellen. En afwas. Heb ik ook weer gedaan. Moest even gebeuren. Oh, stoot mijn camera weer. Hey Ganja, wat vind jij ervan? Boef. Ik zat trouwens al een paar al eventjes lekker op een computer. Ik bedoel, de Ganja, die trouwens in de middag was dat gebeurd. Sprong Ganja ineens gewoon op mijn schoot. En nu denkt Ganja, omdat ik nu bij de keuken sta, dat hij eten krijgt. Terwijl dat niet zo is, hè Ganja? Boef. Ik ga zo meteen klaarmaken om naar bed te gaan. Morgen weer een dag. En morgen vroeg op. En ik ben eigenlijk de hele dag eigenlijk wees video kijken. Eigenlijk op YouTube. Vooral dan de dingen van de Tweede Wereldoorlog van Anne Frank. Dat vind ik gewoon een ongelooflijk mooi verhaal.
Je zit er gewoon echt, gewoon echt letterlijk gewoon heel... Mijn ding ook weer irritant. Die doet ook gewoon irritant. Mijn koffiepad. Maar je gaat er gewoon letterlijk in zitten in die film als je Anne Frank gaat kijken. Ik zeg gewoon letterlijk aanraden om naar Anne Frank filmpjes te kijken. Kan je stoppen. En echt gewoon een ongelooflijke aanrader. Maar wat ik ook nu ga doen is lekker mijn bedje opzoeken. Voor mensen die verwacht hadden dat het lange vlogs zou zijn. Excuses. Ik ken niet elke dag dat het lange vlogs zou zijn. Of wil ik iets meemaken of wat dan ook. Dus. Maar nu ga ik even alles afsluiten. Lekker mijn bedje in. Dus wat ik tegen jullie wil zeggen is. Jullie allemaal bedankt voor het kijken naar deze vlog. Vond je alsnog deze vlog leuk? Doe zo even een blauw duimpje omhoog. Ben je nog niet geabonneerd op mijn kanaal? Zal het tof zijn als je je beneden abonneert. En zeg ik alvast veel kijkers in gewoon een nieuwe vlog om 1 uur. En zeg ik hierbij later. Ik kan het veel beter doen. Kijk, hoe doe je dat? Zo. Hahaha.